Meneer Van der Staaij, hartelijk welkom. Fijn dat u tijd hebt voor dit gesprek in aanloop naar de verkiezingen. Lijsttrekker voor de SGP. Als er een politicus is die in coronadebatten aandacht heeft gevraagd voor mantelzorgers, dan bent u dat wel. Wat raakt u aan het onderwerp mantelzorg? Ja, wat ik om me heen zie is dat er heel veel mensen actief zijn in de mantelzorg. En dat het ook ongelooflijk belangrijk is voor de toekomst van ook de zorg in onze samenleving. We zouden niet weten waar we zouden staan als eigenlijk de mantelzorg zouden wegvallen. Dan zouden we echt met de handen in het haar zitten. En tegelijkertijd wat mij raakt is dat veel mensen eigenlijk zich nog ineens bewust zijn dat ze mantelzorger zijn. Ik kwam wel eens bij een oude buurman en die was heel druk met de zorg voor zijn vrouw. En toen ik zei van nou, u bent wel druk met mantelzorg, keek hij mij een beetje verbaasd aan en zei van nee, ik zorg gewoon voor mijn vrouw. Maar hij zou dus ook niet zomaar allerlei ondersteuning van mantelzorg ook zeg maar opzoeken. En dat is dus ook een zorg van ja, die anonimiteit soms van die mantelzorg, daarmee die overbelasting die ook dreigt. Zijn mensen die er zo intens mee bezig zijn en dat we als samenleving ook echt een verantwoordelijkheid hebben om die mensen ook te kunnen ontlasten. Nou, dat zijn een paar redenen waarom dat het mij heel erg raakt en bezighoudt. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook te zien wat mantelzorgers betekenen, maar ook te ondersteunen in wat zij doen. Precies, u hebt het ook over het voorkomen van overbelasting. Dan is die ondersteuning belangrijk. In uw verkiezingsprogramma zegt u ook, er moeten lokale en regionale afspraken voorkomen om die ondersteuning te verbeteren. Hoe ziet u dat voor u, om dat in de praktijk te brengen de komende 4 jaar? Ja, nou allereerst begin natuurlijk bij de gemeente zelf om daar ook een stimuleringsregeling voor te treffen. Dat je eigenlijk ook kijkt hoe je mantelzorg meer kan waarderen en belonen. We zien nu ook wel dat juist ook heel veel in de politiek ook gesproken is over het geld wat naar de jeugdzorg moet, dat waar een tekort op gekomen wordt. Als je niet oppast, dan is die mantelzorg een beetje de sluitpost in het gemeentelijk beleid. Dus het is ook heel belangrijk dat we goed oog hebben voor het waarderen en ondersteunen van die mantelzorg. Ik denk dat er ook heel veel juist ook gemeentelijk samengewerkt moet worden om ook te kijken hoe je die respijtzorg vorm kan geven. Dus ook helpen om mensen op adem te laten komen. Dat zal vaak niet in elke gemeente keurig geregeld zijn. Maar kan je ook als gemeente elkaar helpen. Dus, en soms zie je ook dat er één iemand helpt in net een naburige gemeente. Dus pak dat ook niet alleen gemeentelijk, maar ook regionaal op, is onze oproep. Precies, en meer samenwerking. En u schrijft in uw verkiezingsprogramma ook dat u mensen in staat wil stellen, en zeker ook financieel, om eigen keuzes te maken, om de tijd te verdelen tussen werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hoe wilt u ervoor gaan zorgen dat ook mantelzorgers hun werk en mantelzorgtaken beter kunnen gaan combineren? Ja, wat wij belangrijk vinden is allereerst dat ook gemeentelijk, daar stellen we in ons financiële plaatje ook geld voor beschikbaar, dat je moet realiseren dat ook de inzet van mantelzorgers betekent dat veel kostbare, duurdere, formele zorg ook eigenlijk er niet hoeft te komen of veel minder hoeft te komen. En wij zeggen, laat dat eigenlijk ook zien dat je die mantelzorg waardeert door als mensen een beroep doen op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, omdat een ouder wordend echtpaar druk is met de zorg voor de ander en minder aan dat stofzuigen toekomen, dat je eigenlijk dan zegt van nou, u krijgt ook juist heel makkelijk die huishoudelijke hulp zonder dat je daar een eigen bijdrage voor hoeft te betalen. Want wij waarderen en zien wat u eigenlijk doet in zorg voor elkaar en daarmee daarmee willen we dat ook ondersteunen. Dus dat is wat je gemeentelijk kan doen. Een lagere eigen bijdrage, juist als waardering voor mantelzorg. En landelijk willen wij vooral het belastingstelsel aanpakken. Omdat het belastingstelsel, dat is eigenlijk heel erg gericht op het stimuleren van betaald werk buitenshuis. En dat doet dus eigenlijk ook tekort aan mantelzorg. Als een echtpaar bijvoorbeeld zegt van, wij besteden veel tijd aan onze zieke moeder en daarom hebben wij minder de tijd om ook aan het werk te zijn, buitenshuis betaald. Dan moet het niet zo zijn dat je, wat nu het geval is, eigenlijk afgestraft wordt door het belastingstelsel. Want die zegt eigenlijk, u werkt te weinig betaald. Nee, dan moet je juist zeggen, we kijken naar het inkomen op gezinsniveau. En daarmee
ondersteun je eigenlijk ook mantelzorg. Dan maakt het niet uit of je wie van de partners dat eigenlijk het geld buitenshuis verdient, of dat je dat allebei een beetje doet. Maar je kijkt naar het inkomen op gezinsniveau. En daarmee steun je dus ook fiscaal de mantelzorg. Kijk, heldere plannen. Sowieso, het woord mantelzorg komt 21 keer voor in uw verkiezingsprogramma. Dus daar is heel veel aandacht voor. Tot slot, wat zou je nog mee willen geven aan de mantelzorgers in Nederland? Nou, ik zou allereerst willen meegeven dat wij het ontzettend belangrijk vinden dat dit werk door jullie verricht wordt. En dat wij dus ook een klemmend beroep doen op de Rijksoverheid, maar ook op alle gemeenten, om echt ook dat niet bij woorden te laten, maar dat ook praktisch te ondersteunen. En dat ook, ik zou ook tegen mantelzorgers willen zeggen, schroom niet om hulp te vragen als het te veel dreigt te worden. We hebben ook vrijwilligers, we hebben ook de formele zorg. Weet elkaar te vinden en onderken ook als de druk te groot wordt. Want we hebben er met z'n allen ook belang bij dat jullie het ook volhouden met elkaar. Maar pet je af voor al dat werk wat ook door mantelzorgers verricht wordt in Nederland. Kijk, hartelijk bedankt hiervoor. Ik wens je heel veel succes met de campagne nog. Vrienden, dank en ook alle goeds.